Meer succes naar hun tegenstanders en naar de bal. Na een half uur mag Mila zijn koffers pakken. Hij heeft al geel gekregen en voor deze fout wordt hem rood onder de neus geduwd. In de laatste minuut van de eerste helft komt Tenerife op voorsprong dankzij een zeer koelbloedige Aguilera. Acht minuten na de rust krijgt Real zijn volgende koude douche. La Torre schiet keihard in en Tenerife leidt met 0-2. Dat helpt natuurlijk niet om de verhitte Real-gemoederen wat af te koelen en twee minuten na dat doelpunt wordt het de Chileense spits Zamorano rood voor de ogen. 11 minuten voor tijd zet La Torre een prachtige solo-actie in en hij bekroont die met het derde doelpunt voor Tenerife. En vier minuten voor tijd moet Real de kelken op de bodem ledigen. Ook Sanchez wordt van het veld gestuurd. Real verdwijnt dus met het schaamrood op de wangen uit de beker. En het publiek geeft lucht aan zijn woede over een prestatie die trainer Benito Floro wellicht zijn kop zal kosten.